Hey, van harte welkom bij deze video van mij, Helene van Herleva. Vandaag gaan we het hebben over vergeving. En vergeving, dat kan soms zo'n idee opwekken van dat je ook maar iets moet vergeten. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want bepaalde herinneringen, die vergeet je nooit meer. En wanneer je dan bijvoorbeeld nog heel boos bent op diegene, ook al is dat 10, 20 of 30 jaar geleden. En je gaat diegene, of je bent nog heel verdrietig of bangig. En je gaat diegene vergeven. Wil niet zeggen dat je die herinnering vergeet. Maar wat je eigenlijk doet wanneer jij gaat vergeven. Dan koppel je zeg maar die herinnering. Waar allemaal emoties aan vastzitten. Die koppel je meer los van ook die diepere pijnlijke emotie. Want uiteindelijk, weet je, heb jij er last van. En de ander die weet het misschien niet eens meer. Maar jij wel. En vergeving is gewoon een fantastisch iets. Vergeving is een hele hoge... je hebt allemaal trillingen. Net als de radio, weet je. Dat snappen we allemaal wel. Als je gaat zoeken op de radio, je hebt frequenties. En soms net die ene en dan ineens heb je hem. En soms kan het even duren. En soms is het ook niet zo zuiver, weet je wel. Dan denk je, het lukt niet. Maar uiteindelijk heb je hem dan, hoop ik. En zo is het met onze gevoelens ook. Die hebben allemaal trillingen en hoogtes en laagtes en allemaal frequenties. En vergeven is een hele hoge trilling. En je emotie is altijd wat lager. Dus wanneer jij je bezig gaat houden met vergeving, wanneer jij een persoon of een bepaalde gebeurtenis... Kun je ook gewoon iets zijn overkomen, weet je. Iemand hoeft niet eens iets met opzet gedaan te hebben. Helemaal niet. Maar het is jou als mens wel overkomen. En dat is namelijk eigenlijk ook in onze jeugd zo. Weet je, ouders over het algemeen doen ze hun best. Of opvoeders. In het algemeen. Maar dat lukt natuurlijk ook niet altijd. En dus zelfs als ze hun best doen, lukt het dus lang niet altijd. Dan zijn er dus massas mensen... Die hebben niet zulke leuke ouders of opvoeders jeugdherinneringen en ervaringen gehad. En dan kun je wel denken, ja, maar ja, ze konden er ook niks aan doen. Dat is ook prima. En tegelijkertijd, wanneer jij hun gaat vergeven, wat er ook is gebeurd, waarom dan ook maar. Je hoeft het niet te vergeten, maar het vergeven is fantastisch. Dan tune je in op die hogere trilling. En dan gaat er gewoon een energie... werken van heling. En ik heb het zelf ontdekt. Kleine 20 jaar geleden. Ik deed de opleiding en zelfontwikkelingsjaar. En we gingen daar aan de slag met ouders. Nou, ik vind dat mijn ouders hebben hun uiterste best gedaan met 6 kinderen. Dus daar wil ik niks verkeerds van zeggen. Dus ik wou mijn ouders ook beschermen. Tegelijkertijd heb ik natuurlijk ook dingen meegemaakt die ik niet zo fijn vond. Ook al wisten zij het niet. Ook al deden ze zelfs nog hun best, weet je wel. En dan toch. Nou, toen ging ik aan de slag met vergeving. En dat ging eigenlijk heel simpel. Ik deed dat heel simpel. Ik legde gewoon mijn hand op mijn hart. En dan zei ik, mama, ik vergeef je dat. Wat ik ook maar wilde vergeven. En ik deed hetzelfde met mijn vader. Van, hey papa, ik vergeef je dat. Blablabla. En tranen met tuiten heb ik gehuild. En ik ging ook. En ik deed het gewoon in mijn eentje. Dus er was niemand om me heen. Zodat ik ook niemand mijn woorden hoefde uit te leggen. En ik zei het ook gewoon hardop. Dat is ook het advies. Gewoon spreek maar hardop uit. Het is oké. En als het dus gevoelig is dat een ander het hoort. Niemand hoeft het ook te horen. Want het gaat om jou. Jij wil vergeven. En het is zo gaaf, zo'n mooie heling is dat. Ik weet dat ik dat toen gedaan had. En weet je, er was niks bijzonders of zo. Dus er speelde niet echt iets, maar ik had dat, of niks speelde. En ik had dat dus gedaan en toen, een paar weken later, zag ik hem weer. En ik merkte gewoon dat het anders was. Het was gewoon een veel openere houding en sfeer. En eigenlijk vanaf dat moment had ik een betere... Ik stemde beter af met mijn ouders. En dat vond ik bijzonder, weet je. En super waardevol. En
maak deze video eerlijk gezegd omdat ik vandaag een e-mail kreeg van een klant. Ik had met haar ook een vergevingssessie gedaan op haar vader, op haar moeder. En het ging eigenlijk gewoon over iets van als kind zijnde. En helemaal niet inhoudelijk dat we uitgingen zoeken. Oh, je moeder dit of je vader had. Helemaal niet. Het waren gewoon puur herinneringen. En ook dingen die zij deed in haar hoofd. Dat ik het helemaal niet hoefde te weten. Weet je? Maar dat vind ik gewoon zo mooi eraan. Heel veel dingen. Je onderbewustzijn weet het. Hoeft de ander niet eens te horen. Maar ze mailde mij dat ze die sessie had gedaan. En dat er heel veel veranderd is. En dat het ook gewoon tijd kost. Weet je, heling kost ook gewoon tijd. Om die trillingen weer helemaal af te stemmen in jou. Hey, hoe ben je nu? En ja, dus deze video die wilde ik gewoon maken. Als je kijkt, durf jezelf gewoon de tijd te geven om te vergeven. Nou, dan wil ik je 3 tips meegeven hoe je dat kan doen. 1. Je legt gewoon je hand op je hart. En wanneer je dat doet, bedenk dan eerst. Dus 1, leg de hand op je hart. 2 is, bedenk wie jij wil vergeven of wat. Bedenk dat dus gewoon van tevoren. Van wie of wat wil ik vergeven. En 3 is, welke situaties. Dat helpt ook als je dat van tevoren weet. Nou, als je dus hand op je hart, je weet wie, welke situatie dat je wil vergeven. Dan is het zo dat je terwijl je het zit te vergeven, waarschijnlijk allerlei andere situaties ook omhoog borrelen. Nou, dat is prima. Die neem je daar maar mooi mee. Maar het helpt meestal wanneer je eerst maar begint met iets van tevoren te bedenken. En de rest vaak, ja, ik heb dat zo vaak gezien, dan ineens plopt dit op en dat op en dat op. Laat dat lekker stromen, weet je. Maar het begin is ergens, zodat je die beginstroom, dat je die hebt. Dat eigenlijk. En ik zou ook zeggen, doe dat ook het liefst als je alleen bent. En dat je ook daarna tijd kunt nemen voor jezelf. Eventueel, als je verdriet hebt, moet je huilen, moet je lachen. En dat je gewoon nog even voor jezelf kunt zitten met je ogen dicht. En ruimte inneemt. Dus na het vergeven, dat je dan een ruimte inneemt, bedoel ik dat je gewoon, ik zou zeggen, ga weer 3 keer ademen. Dus je 3 keer heel diep vanuit je lage buik, je middenrif en je borst adem. Dat je heel diep in. En weer uitademt. En gewoon doe dat 3 keer. En dan voel je helemaal na. En dan merk je ook in het navoelen dat waarschijnlijk die adem weer rustiger en rustiger wordt. En nou, ik wens je heel veel plezier toe om jezelf meer vergeving te geven. En ga lekker aan de slag. En ik ben heel benieuwd, als je het hebt gedaan, wat het weer oplevert. Doeg, en ik wens je nog een fantastische dag toe. Hoi!